sta hier in de Dassenrade en bij mij staat Angelo van buurtcommissie De Rade. Jullie hebben zojuist een gulden klinker gekregen. Gefeliciteerd in ieder geval daarmee. Dat hebben jullie gekregen voor jullie initiatief, omdat jullie hier de buurt schoonhouden. Dat klopt. Waarom zijn jullie dat initiatief gestart? Nou, een aantal jaren geleden zijn deze huizen nieuwbouw in de wijk gekomen. Want het principe was, De Rade gaat opnieuw. Dus er stonden flats. Dus we hebben eengezinswoningen en een aantal woningen gebouwd. En op een gegeven moment merk je wel dat heel veel zwerfvuil ontstond in de wijk. En ja, je wil je toch zeg maar enigszins inzetten in de wijk om te zorgen dat je een mooie leefomgeving behoudt. En daardoor zijn wij met eigenlijk 3 of 4 buren hier zijn wij begonnen met het voor ons deur schoon te houden. Uiteindelijk is dat initiatief door meerdere mensen in de wijk gedragen. Moesten we wel heel veel voor doen, dat wij steeds meer steun kregen. En uiteindelijk hebben we die steun gekregen en zo hebben we eigenlijk allerlei, de perken, het water en een aantal omgevingen, eigenlijk gewoon de directe omgeving schoongehouden. Oké, hoeveel mensen helpen er ongeveer mee? Op dit moment hebben we een vaste kern van 5 mensen en we willen graag uitbreiden met meer hulp erbij. Want er is genoeg te doen hier in de wijk en daar kunnen we bijvoorbeeld invallers, dus ze hoeven niet elke activiteit mee te helpen, maar graag hier en daar toch een handje bij helpen. Ja, dat begrijp ik ook, want vrijwilligers zijn natuurlijk altijd heel moeilijk te krijgen. Hoe vaak maken jullie schoon? We maken meestal in de lente en gedurende de zomer en ook in het najaar. Dus eigenlijk 3 keer per jaar doen we rondes van een grote schoonmaak. En natuurlijk elke keer als we iets op de grond zien, proberen we dat ook op te ruimen. Dat het in ieder geval netjes blijft. Ja, ja, ja. Nou is daar aan de gulden klinker ook een geldbedrag verbonden van 1000 euro. Ja. Dat mogen jullie besteden om iets gezelligs te doen in de wijk of het initiatief waar jullie mee bezig zijn nog verder uit te breiden. Klopt. Hebben jullie al enig idee waar jullie het aan willen besteden? Sowieso aan iets leuks voor het wijk. Maar wat, dat weten we nog niet meer. Dus ik zeg de buren. Nou, als jullie suggesties hebben, horen we dat graag. Nou, bedankt voor het interview en veel succes nog. Ja, dankjewel. En bedankt voor het komen. Graag gedaan. Oké. Okay. Zo, chef, alles goed.